kom u hartelijk feliciteren in de eerste plaats. En dan kom ik eens even een praatje met u maken voor de Polygoons geluidsfunctie. Ik wou graag weten welke sport u al zo in uw 85-jarige leeftijd kennis hebt gemaakt. Nou, de eerste 15 jaar heel weinig. Want toen was ik pas eigenlijk uit de kleuter geschoten, maar toen kon ik al vrij goed zwemmen. En toen heb ik uit de bierkade in Den Haag bij de toenmalige paardenweb een paar kinderen uit het water gehaald. En toen heeft men mij gebracht op de hoek van de Groene Weg bij Sablerolle, de bakker, waar men mij ontkleed en weer aangekleed heeft in de goederen van een klein werkmeisje. Algemeen gelach natuurlijk in de buurt. En toen heb ik van de commissaris van politie, Piet Waldeck, de oude beroemde Piet Waldeck, een pet gekregen, omdat mijn pet was weggeraakt. En mijn lijfriem was weg. En die heb ik teruggekregen van een van de dominees van die tijd. En een mooi boek. En later ben ik begonnen door het lezen van Simon de Nantua, een Frans boek. Wat begint met Pierre qui roule ne masse pas mousse, dit un vieux proverbe que j'ai souvent entendu de mon grand-père. En daar stond in dat men zich heel dun moest kleden. Ik wierp altijd mijn baaiengoed altijd weg. En ik ging heel wandelen naar de school met een enkel broekje en een enkel kieltje aan.